worden. Wow. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Yes, lieve jongens en meisjes, leuk of meuk is jarig. Maar voor ik deze video ga beginnen, ik moet jullie wat vertellen. Mijn oog, dit oog, zoals jullie zien, is echt de hele dag door al aan het janken gewoon. Hier, het stopt niet. Ik weet niet wat het is. Ik heb een allergiepilletje ingenomen. Het is bloedirritant. Dus als jullie zoiets hebben van, oh, die onder je wimper zit los, je make-up zit echt helemaal verkeerd. Mijn oog is er echt helemaal aan. Ik snap niet waarom. Het is heel irritant. Maar goed, dat is gewoon een dingetje. Mijn make-up zit gewoon vandaag niet echt heel erg lekker. Maar goed, dat mag natuurlijk de pret niet drukken. Ik heb die slingers natuurlijk niet voor niks allemaal opgehangen. Het is vandaag groot feest. Een heel groot feest. Want Leuk of Meuk bestaat vandaag gewoon 2 jaar. Het is niet te geloven. Al 2 jaar lang test ik speelgoed, gadgets, goodies, noem het maar op. En er valt heel veel over te vertellen. Vandaag wordt hartstikke leuk om te gaan terugblikken op het afgelopen jaar. Vorig jaar heb ik zo ongeveer een beetje hetzelfde gedaan. Heb ik ook teruggeblikt over het eerste jaar van Leuk of Meuk. En nu gaan we kijken naar 2016 en 2017. Ik heb vandaag bijvoorbeeld een lijstje met de top 3 meukste meuks. De top 3 leukste leuks. En ook eens even een lijstje van mijn favoriete momenten van het afgelopen jaar uit de serie. Dus allemaal grappige momentjes, faalmomentjes, noem het maar op. We gaan gewoon eens even kijken hoe het afgelopen jaar is gegaan. Want Leuk of Meuk ging weer keihard. Zijn op volle toeren doorgegaan. Natuurlijk, toen ik 2 jaar geleden met Leuk of Meuk begon, had ik nooit gedacht dat het zo zou exploderen. Het is echt best wel een ding geworden natuurlijk. Wat zijn nou de top 3 meukste meuks van het afgelopen jaar? Ik heb een lijstje gemaakt en we gaan natuurlijk beginnen bij nummer 3. Woe. Deze meuk is nog niet eens zo van heel erg lang geleden. Het is de video met Rutger, het Emotify spel. En het viel gewoon hartstikke tegen. Het liep niet lekker. Het zat eigenlijk helemaal niet zo logisch in elkaar. Het was veel te moeilijk of veel te makkelijk. Oh. Ik vind dat je 3 pogingen mag wagen. Vind je dat niet redelijk? Ja, dit 1 poging is wel... Kijk, ja, dit waren mijn kaartjes. Ja. Dus ik had geld uitgegeven, een jurkje, een kroontje en een zonnebril. Okay. 3, 2, 1... Ja, Amerika. Oh shit. Oh, ik had moeten zeggen dan dat het een stad is. Oh, New York. Ja. Het had wel heel erg leuk kunnen worden. Ik had wel high expectations door een emoji-spel. Ik dacht, ja maar... Helaas. Nee, dat was dus niet echt een aanrader, maar het kan natuurlijk nog altijd erger. Kennen jullie de Fun Bites nog? Echt, ik duw flink hoor, serieus. Nou denk ik dat het nu wel voldoende moet zijn. Je hebt hier zeg maar die handgreepjes waar je je druk mee kan zetten. En het lijkt erop alsof hij het nu beter heeft gedaan, want hij heeft losgelaten. En hier zit dus nu het brood in. Dus ja, misschien is er nog hoop. We gaan het eruit drukken, ik ben benieuwd. Ja, de Fun Bites. Figuurtjes gingen helemaal niet goed door het brood heen. Het werd eigenlijk gewoon 1 groot zooitje en... Ik vind het ook helemaal niet zo'n goede uitvinding, omdat je echt eigenlijk brood en eten aan het verspillen bent. Want met die korstjes, ja, wat doe je er eigenlijk mee? Ja, ik vond de Fun Bites gewoon echt een hele dikke vette meuk. Nee, ik denk dat je gewoon kinderen moet laten eten zoals het hoort. Niet zeuren, eten wat de pot schaft, lieve jongens en meisjes. Gewoon doen. Stop het in je mond, lekker kanen, niet zeuren, gewoon vreten. Maar wat heb ik dan gezet op de absolute nummer 1 van vandaag? De meukste meuk van het afgelopen jaar. Dat kan er natuurlijk maar 1 zijn. En dat is deze. Ik kom wel eventjes zo, anders wordt het echt een... Oh ja, kijk. Nou krijgen we dit al. Ugh. Wat een zooi, man. Abba. Oké. Ja. Ja, de banana surprise. Dat werkt echt voor geen ene meter. Nou, die banaan deed ik natuurlijk in het station. Probeerde de binnenkant eruit te halen.
Maar ja, het is gewoon een rotzooi. Het werkt niet. Er zitten bepaalde krommingen in die banaan. En elke banaan is natuurlijk anders. Dat is logisch. Maar daar heeft het product niet echt rekening mee gehouden. Er zit, ja, het klopt gewoon niet. Het zit niet goed in elkaar. Als je er iets in kneep, dan ging het helemaal lekken. Alles werd vies. Jij werd vies. Je kamer werd vies. Kleding werd vies. Alles wordt vies. De bananen surprise was gewoon een hele dikke faal. Heb je helemaal niks aan. Dit was dus de top 3 van mijn lijstje meukste meuks. Maar ik dacht, ik begin gewoon met het negatieve en we eindigen met het positief. Want het is nu tijd voor het lijstje leukste leuks. De top 3. Ik heb de nummer 3 nu in mijn hand. Ik ga hem aanzetten. Ik ben benieuwd of jullie hem herkennen. Gaat er een belletje rinkelen? Ja, ik heb het natuurlijk over onze Miep. Miep is super intelligent en dit was zo ontzettend leuk om te testen, want die sensoren die Miep heeft, die werken ongelooflijk goed. En niet alleen dat, je kunt hem ook besturen met je mobiel, hij kan dansen, hij kan allemaal spelletjes doen en trucjes doen, het is echt super grappig. Oh, oh my god! Dat is zo vet. Oh. Ja, ja, dat doen wij. Jee, hoera, joepie poepie. Ik denk dat Miep deze plek enorm heeft verdiend. Ik heb hier zoveel plezier aan gehad tijdens het testen. Miep is gewoon hartstikke helemaal geweldig. Dan zijn we aangebroken bij de nummer 2. En dit is iets wat ongelooflijk populair werd aan het eind van het jaar 2016. Het is niet normaal, die dingen waren uitverkocht. Moesten het zelfs bestellen. Ieder kind praatte hierover op school. Iedereen wilde dit voor Sinterklaas. Het was echt gigantisch populair. Ik heb het over de Hatchimals natuurlijk. Oh, ja, je doet het weer! Het leuke aan de Hatchimal was is dat hij eerst in een ei begon. En hij pikte zichzelf echt uit. Je ziet dus echt een snuitje al. Ga maar snel verder. Ik tel af. 3, 2, 1. Oh, oh my god. Hij is zo schattig. Oh jongens, kijk dan. Kijk dan hoe lief die eruit ziet. En zijn snuit komt dus echt, zeg maar, naar voren uit zijn hoofd. Oké. Het was zo onwijs populair en ik snap helemaal waarom. En daarom wordt hij zeker heel erg hoog in dit lijstje thuis. Heel erg veel plezier aan gehad in ieder geval. Dan zijn we alweer aangekomen bij de nummer 1 uit dit lijstje. En dit is iets echt... Maar ik vond het fantastisch. Het is nog niet zo heel erg lang geleden online gezet voor jullie. Dus misschien als ik jullie de hint geef dat het echt een enorm zwaar ding is. Dan weten jullie misschien al wel waar ik het over heb. Ik ga het even pakken. Koekoek! Jee, Dolly, balletdansen. Oh, yeah. Ik heb het natuurlijk over mijn oxboard, jongens. Oh, dat is niet goed. Het oxboard is echt by far mijn favoriet van het afgelopen jaar. Ik zei toen al, dit is echt iets wat ik graag gebruik. Ik gebruik het ook daadwerkelijk. Ik vind het heel erg leuk om rondjes te cruisen door het huis en stiekem ermee over de straat te gaan. Wat eigenlijk niet mag. Niet zeggen, jongens. Op het begin eventjes wennen, maar als je het eenmaal door hebt, dan werkt het super verslavend. Een piepje. Nu? Nee. Wow! Wow! Wow, dit is grappig. Wow. Oh jee. Wow, dit is echt heel raar. Dus dit was mijn top 3 leukste leuks en de meukste meuks. En we gaan nu eens eventjes kijken naar mijn favoriete momentjes van het afgelopen jaar van deze serie. Bij Leuk of Meuk gaan er natuurlijk wel eens wat dingetjes mis. Dat zijn eigenlijk de momenten waar ik het meest van geniet tijdens het editen van mijn video's. De momenten dat het eigenlijk een beetje fout gaat, dat er iets loms gebeurt of iets onverwachts of dat ik echt enorm schrik van iets. Het zijn eigenlijk de leukste momentjes. Dus waarom niet deze momentjes op een rij zetten? Weten jullie bijvoorbeeld nog bij de Fun Plastic? Dat is zo'n goedje op een tuitje, dat moest je smeren. En dan kon je erin blazen en dan kwam er een ballon uit. Wat is dit? Oh, ik blaas zo hard. En ik denk dat ik gewoon echt te veel van het slijm erop heb zitten. Dus ik haal er een beetje vanaf. Ik lijk er gewoon niet doorheen te komen. Het is verschrikkelijk. Ik had mijn tuitje.
Dus mooi, achterstevoren gehouden. Super handig, die jongen. Of wat dachten jullie van het moment in Spanje? Ik was daar met mijn neefje Max, met mijn tante en mijn oom. En ik dacht, ik ga daar leuk op beuk opnemen en we gaan lekker een watergevecht houden. Deze ballonnen waren zelfsluitend. En de eerste ballon die ik maakte, die kreeg ik dus vol in mijn gezicht. En niet van Max, maar van mezelf. Zo, dat is nummer 1. En die gaat in Le Coolbox. Oeh! Oh! Sowieso ben ik niet heel erg goed in mikken. Oh. Oh. Nou! Ja, nu ben ik er klaar mee. Ja, oké, okay, 1 voor allen. Alles voor 1. Hé joh! Ik heb het nu vooral over dingen die fout gaan tijdens het filmen. Maar vergis je niet, er kan ook een hele hoop fout gaan tijdens het editen. Ik denk een half jaar geleden heb ik een video gemaakt over gel appeal. Heb ik dat getest in Leuk of Meuk. Maar toen gebruikte ik dus nog een tweede camera. Ik heb nu een camera die zeg maar automatisch scherp stelt. Als ik mijn hand zo houd, dan stelt hij dat gewoon lekker scherp. En nu gewoon weer op mijn gezicht. Maar eerst was dat een stuk ingewikkelder. Dus ik had een tweede camera die scherp stelde op de dingen die ik wat dichter bij de camera wilde hebben. Ik had dus tijdens de edit van deze video een spoor verwisseld. Waardoor de bestanden van de camera die voor mijn neus stond werden verwisseld met de bestanden die zeg maar ingezoomd moesten worden. Dus ja, dat zorgde voor een beetje een rare situatie, een rare video. Ik heb hem gerenderd, ik heb hem gewoon online gezet. En toen die online stond, kwam ik er pas achter dat er iets mis was gegaan. En dat was echt super dom. En ik had het inderdaad goed. De eerste stap begint met de punt erop te zetten. Dus we pakken maar een kleurtje. Er zit dus nog een extra dopje in. Die moeten we er even uithalen. Dat is natuurlijk super raar om voor jullie te zien. Maar ja, ik had de video gewoon gerenderd. Ik had het niet door. Ik had het stomweg niet meer gecontroleerd en gewoon online gezet. Totdat mensen zeiden van, hey, er is iets mis. Je hebt natuurlijk ook momenten tijdens het filmen dat alles gewoon helemaal goed gaat. Echt zo goed dat je echt denkt van, nou, wat de hel, wat gebeurt er in mijn leven? Heb ik ineens een verborgen talent? Ja, de video met Dylan Hagens, daar heb ik het over. Want ineens kon ik boogschieten. Voelde ik me de Katniss Everdeen van YouTube. Nee joh! Hij ging zo! Hoe dan? Ja, slim, dat was goed. Hoe dan? Wat deed ik? Ja, hij ging zo schuin. Oh, oh nee! Nee! Oh, smerig. Wat de? Wat ben je geweest in je vorige leven? Het laatste waar ik op terug wil blikken is de Leuk of Meuk met Kai Gorgels, de Super Wobble Bubblebal. En hier kan ik niet eens één fragment van laten zien. Dit is denk ik by far mijn favoriete Leuk of Meuk video van de afgelopen 2 jaar zelfs. Alles ging eigenlijk zo'n beetje fout, maar het toppunt was wel, en dat is echt het absolute faalmoment van al mijn Leuk of Meuk video's. En daar moet ik telkens ook weer keihard om lachen. En dat is het moment dat ik echt vol in de stront ging staan. Oh man. Ah! Ik weet waar die geur vandaan komt. Waar? Zit onder die schoenen. Ja hè? En goed ook. Nee. Flinke plak hoor. Dit waren de mooiste momentjes, de leukste momentjes, de meukste momentjes van weer een jaar Leuk of Meuk. En dit moeten we natuurlijk nog eventjes extra vieren met een partypopper. Ik ben bang. Oh, heb ik hem nou verkeerd om? Nee toch? Oké, wauw. Het is hier echt een bende. Oh, Dolly loopt de trap op. Die vindt het echt super eng. Kijk dan jongens, mijn hele vloer zit onder. Dat wordt lekker opruimen. Wil ik jullie natuurlijk weer heel erg bedanken voor het kijken. Doe natuurlijk eventjes een hele dikke duim omhoog voor deze video. Ik ga gewoon lekker weer op volle toeren verder met Leuk of Meuk. Dus even zien wat het komende jaar ons weer gaat brengen. Aankomende vrijdag maak ik trouwens de winnaar van de Space Scooter bekend. Dus dat wil je zeker niet missen. Plus, ik heb weer iets superleuks wat ik voor jullie ga testen. Dus hopelijk zie ik jullie vrijdag. Tot dan. Heel veel kusjes en knuffels voor jullie. Ik hou van jullie en tot de volgende keer. Dikke doei!